Hoi, ik ben Joris en leuk dat je weer kijkt naar het Nieuwsjournaal. We hebben weer veel gefilmd deze week, dus kijk gezellig mee. Deze week hebben we een doe-meemiddag georganiseerd voor de kinderen van groep 8. Kijk maar mee. En deze keer was de jarige van de week... Lieke Hermans, gefeliciteerd! Happy birthday to you! Happy birthday! Nou Lieke, volgens mij was jij gisteren jarig, toch? Ja, dat klopt. En ga je een feestje vieren? Ja, vanavond met vriendinnen. En heb je al een paar cadeautjes gekregen? Ja, ik heb van pap, mama een JBL-box gekregen. En wat is je favoriete taart? Dat is een hele goede taart. Een hele goede vraag. Alle taarten zijn eigenlijk wel lekker, ja. Oké, nou geniet van je verjaardag nog en fijn weekend. Vorig jaar hebben we laten zien wat een mobile spot is en inhoudt. Vanaf dit jaar komt de standaard op maandag op school. Een beetje tussen de plantjes? Nee, want groen houdt veel meer in. Kijk maar mee. Welkom bij de afdeling Groen. Een afdeling waarbij de lesstof niet centraal staat, maar de leerling. We werken met 5 verschillende afdelingsvakken. Namelijk dierverzorging, groene ruimte, bloemschikken, agrarische techniek en food. Dit is de Australische flappentak. Ik wil later in een dierentuin gaan werken en daar kan ik deze ook tegenkomen. Ik heb een hamsterwams en hier op school leren wij hoe we zo'n beestje moeten vasthouden, verzorgen en hoe we de gezondheid van het dier kunnen controleren. Naast de lessen op school lopen de leerlingen ook stage. Veel lessen worden ook op bedrijven in de buurt gegeven. Nou, ik ben nu de geit aan het voeren en dat komt bij mij best wel goed van pas voor later, omdat ik graag bij een boer wil werken. Naast de lessen wordt er ook veel aandacht besteed aan de loopbaan van de leerling. Dit doen we middels coachingsgesprekken. Voor leerlingen die graag buiten zijn, niet bang zijn voor vieze handen en een groen hart hebben, zou de afdeling Groen een geschikte keuze kunnen zijn. Van groen naar techniek. Deze week werd er een workshop gegeven over programmeren. Ik ben benieuwd hoe het ging. Ja, dit was het dan weer, mijn eerste journaal. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en tot de volgende keer. Houdoe!